Doe normaal, er komt dat dikke boek tegen me aan. I can't. Dit. Gooi even voorzichtig uit. Oh, dat ging best wel goed. Ja, je filmt al. Yo, leuk dat jij naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Brapart. Als je dat nog niet weet, dan weet je dat nu. Welkom terug. Na alle Halloween video's die ik heb gemaakt. Super gezellig, super leuk. Ben je nog niet deel van de Awkward Family? Doe dat dan nu eventjes en abonneer op mijn kanaal. Want dan mis je geen video. En ben je nou al wel al geabonneerd op mijn kanaal. Zorg dan eventjes voor dat je het belletje aan doet. Ik heb geen idee waar die zit. Maar dan doe je hem even aan en dan heb je altijd de melding dat ik een video geüpload heb. Leven. Yes. Ik heb vandaag een hele leuke nieuwe video voor jullie. En niet zomaar één. Ik heb namelijk van Guinness World Records 2019 het grote Guinness World Record boek van 2019 gekregen. Oké, kom maar, Free. Oh my god! Ik heb dit boek gekregen. Dit is het grote Guinness World Record boek. En hier staan allemaal wereldrecords in. En het vindt wel leuk. Want vroeger was ik namelijk echt best wel... Ik zeg wel dat ik het heb gehad, maar ik heb het helemaal niet gehad. Mijn broertje heeft het gekregen. Hij was vroeger helemaal into deze boeken. En zij hebben dus aan mij gevraagd... Bradley, probeer even een paar records uit. En toen dacht ik, oké. Maar goed, ik wist niet zo goed welke records ik kon doen. Dus ik heb aan jullie gevraagd op Instagram. Welke records moet ik nu verbreken? En jullie kwamen met een aantal superleuke ideeën. En die ga ik vandaag... in deze video uitvoeren. Ben ik nerveus? Ja. Dit wordt echt heel hectisch en ik ga zweten en kotsen. Ik voel het nu al. Dus laten we beginnen met de video. Ik ga dood nu al. Oké, het eerste wereldrecord wat ik ga proberen te verbreken is het wereldrecord zoveel mogelijk kipnuggets eten in 3 minuten. En het record staat op dit moment op 47 kipnuggets. Oftewel, dat is ongeveer 746 gram. Moet ik in 3 minuten lopen wegkanen. Ik ben niet alleen. Ik heb Frederik meegenomen. Zeg maar, hoi Fre. Enthousiasme! Frederik heeft mijn kipnuggets. Ik want sauce, weet dit? Yes, I want sauce. Give me sauce. Los? Sauce. More sauce? Mossels. Mossels? Mossels? Sauce! Yes! Ik heb hier mijn doosje met kipnuggets. Ik ben ook echt slecht voorbereid, want ik zeg wel dat ik 47 kipnuggets ga eten. Maar ik heb er maar 20 gehaald, want ik weet gewoon dat ik het niet ga halen, maar ik wil het wel proberen. Ik ga kotsen. Zin in! Yes! Ja, ja, ja. Oké. Vree, jij moet voor mij de tijd bijhouden, hè, zus? Je hebt 3 minuten de tijd om deze hele bak leeg te eten. Mag je al voor de tijd begint je bakje openmaken? Zal ik maar openmaken? Wacht even, mijn sausjes wel openmaken vooraf. Because that's more tasty when it's with sauces on it. I'm so ready. 1. Ja, 3, 2, 1. 2, 1, go! Oh, dit is echt kut. Je had ze net zo goed alle 3 open kunnen maken. Maar ja. Lekker eten, schat. Ik heb ook echt niet gegeten voor dit. Want ik dacht, dan ga ik het weer voor halen. Dus ik een soort van supersnelle mukbang video. Terwijl ik aan het vreten ben. En dan weer een kopje halen. Is je nog onder de minuut? Dus ik ga wel lekker. Oké, mooi. Ik ga het halen. Waar zijn die andere 20? Zijn no one ever. Ever. Wat ga ik kotsen. Het is wel lekker, geniet je ervan. Ik ben zo aan het genieten. Vind je mijn kop? Oké, je zit net over me. Oh. Maar je kan dit. Ik doe dit. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Hap, hap, hap. Slok, slok, slok. Nu wel. Nee. Hoe kan je 47 kipnuggets eten? Dat kan niet. Ik heb volgens mij van mijn leven nooit zoveel kipnuggets in korte tijd gegeten. En je zegt maar, jij is zo mes. 1 minuut. 1. Eet zoveel leven van afval. Half minuut! 37 kipnuggets, lukt wel ja! Oké. Amerikaan! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Ten eerste, hoe kan iemand in 3 minuten tijd zoveel kipnuggets eten? 2 keer dubbelen wat hierin zit, hè? Ik heb er... Kijk, ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ik heb er 10,5 op. That was so close. I think I'm a record holder now. En deze bewaar ik voor zometeen. Want als ik deze nu nog op ga eten... en ik ga zometeen de andere recordpogingen doen... dan ga ik echt
over mijn nek. Let's go to another eating challenge. De volgende recordpoging die ik ga proberen is het zo snel mogelijk eten van een muffin. Ja, zo snel mogelijk opeten van een muffin. Het wereldrecord staat namelijk op 28,18 seconden. Op een halve minuut. Dat kan je ook best wel makkelijk halen, denk ik. In een halve minuut een muffin in je mond doen. Ja. En opeten. Ja. Dat kan niet. In één keer doorslikken. Come to me, sister. Give me the... Wauw. Oh, mijn tanden zijn gevoelig. Ben ik er klaar voor? Gaat het lukken? Dit gaat wel lukken. Oké. Zonder handen, hè? Ja, dat was de andere. Zonder handen. Oh, misschien moet ik het heel andersom, moet ik hem andersom leggen. Dat is misschien makkelijker. Dat is het idee. Oké. 3, 2, 1, go. Dat gaat lukken. Eat it. Het is zo droog. Zit u op de hel? Nee, dat is ook echt niet. Probeer het in ieder geval. 5, 4, 2, 1, 0. Oké. Ik heb nog niet echt doorgeflitten. Oh my god. Ik ben heel niet. En nee, ik ben heel. Ik ga hem nog niet opeten. Did somebody order some shit? Bradley, are you 12? Yes, I am, mother. Oh, het zit overal, man. Is het niet echt? De volgende recordpoging die ik ga proberen is... het geblinddoekt eten van M&M's in 1 minuut. En het record hiervan staat op 20. Dat betekent dat je gewoon binnen 3 seconden gewoon zo'n ding moet pakken in 20 seconden. Huh? In 3 seconden één zo'n ding in je mond moet hebben. Geblinddoekt. Oh, wacht, ik heb al een blinddoek nodig. Oh, wait, it's inside my very fun box of secrets. Dit is glad. Dit is zo moeilijk. Oké, ga ik mezelf blinddoeken. Lekkerjes. 3, 2, 1, go. harder duwen. Ja. 2. Heel hard. Niet zo zachtjes schrijven, dat werkt niet. Ja, maar toch zoeken waar die zijn. Misschien dat ik hem voller moet doen. Waarom heb ik niet? Ja, waarom niks? Oké, okay. Zit hier de helft? Op de helft? Ik heb er 2. Ah! Oh, als ik had hem. Had ik hem? Ja! 10. 9. Ja. 8. Nog eentje. 7. 6, 5, 4, 2, 1. Hoeveel had ik er? 5. 30. Ik had er wel 5. Of 4, waar is de 4? Ik was wel trots op mezelf, dat ging best wel lekker. Oh. Nou ja, als in de eerste 2 ging het goed, toen ging het niet meer goed. I failed. Laten we naar de volgende recordpoging gaan. Het volgende wereldrecord wat ik ga proberen te verbreken is het wereldrecord. Onderbroek springen. Superleuk. Ik heb hier een onderbroek. En ik moet met mijn beide benen, moet ik er dus zo inspringen en dan pas telt hij. Dan moet ik hem helemaal omhoog doen en dan mag ik hem weer uit doen. Dus hij moet met 2 benen tegelijkertijd in de gaten. En het record staat op 9 trouwens, dus hij moet 9 keer in een minuut. Ik moest ervoor zorgen dat ik gewoon heel groot, grote gaten heb, waardoor ik zo in 1 keer met mijn benen erin kan springen. Je billen erin. Mijn billen erin kan springen. 3, 2, 1, go. Oh my god, dat is moeilijk. Dat kan ik niet. Oh. Oké. Okay. Ja. 1. Het is nog onder de half minuut, dus er is nog heel veel mogelijk. Nee. Dit is moeilijk. Shit. Ja! 4. Mijn broek zakt er vanaf. Oké, tijd is over. Nee! Ik heb er nog geen conditie voor. I did a great job, right? 4 keer. Dat is de helft, hè? Dat is ook goed. Het volgende record wat ik ga proberen te verbreken is mijn hoeslaken in mijn dekbed overtrek doen. Is dat het goede woord? Ja. Oké.
Dat. En het record daarvan staat op 26 seconden. Dus ik heb 26 seconden tijd om dit hele deken erin te doen. En het telt pas als elke punt precies in elke punt zit. Maar mag je van tevoren al binnenste buiten doen? Nee. Oké. Ik ga er even uithalen. 26 seconden. Ben je er klaar voor? Dat is de vraag. 26 seconden gaat in 3, 2, 1, go. Oké. Okay. Nee, ik heb niet opgehouden. Oké, okay, punt. Punt 1, punt 1. En pak ook het. Oké. Nog 6 seconden. Nee! Stop! I was almost there. Bradley is such a good record holder. Helaas. Dit was echt super intens. Vond je dit nou een hele leuke video? Geef deze video dan een duimpje omhoog. En ben je heel geïnteresseerd in het grote Guinness World Record Book van 2019? Wat ook super leuk is. Ze zijn namelijk nu verkrijgbaar in de winkel. Dus als je het leuk vindt, neem een kijkje. Koop het als een cadeau voor iemand anders of voor jezelf. Look at the shining. Yes! Heb je misschien ooit zelf ook meegedaan aan een wereldrecord? Laat even weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd wat jouw verhaal daarbij is. Of moet ik andere wereldrecords verbreken? Misschien kan ik er wel een serie van maken. I don't know. Laat ook even weten in de reacties welke records ik moet gaan verbreken. Dat was hem. Tot de volgende keer. Doei!